Artikel 41, lid 1, zegt, jullie moeten je aan de wet houden. Als je dat dan niet doet, dan wat? Nou, Tim, dat gaf ik je net aan. Dan niks. Dat is het. Nee, ja, maar en dus? Ik ben Isan. Ik ben Nisreen. Mijn naam is Guilherme Lima. Na 18 jaar trouwendienst bij de ambassade, ik ben op staande voet ontslagen. Guilherme, Nisreen en Isan, allemaal Nederlands staatsburger, zijn door het handelen van hun voormalig werkgever, een ambassade, in een krankzinnig krachtveld terechtgekomen. Hi, we're looking for Mr. Ambassador. Yeah, ambassador from Brazil. Let me arrive. Ambassades zijn door internationale regelgeving beschermd, waar je in de praktijk stevig misbruik van kan maken. Ze hebben geen respect voor de wetten. Het is onterecht en ze weten wel dat het dit onterecht is. We hebben het hier over Nederlandse burgers die expliciet benadeeld worden buiten de rechter om. Ja. Ja, want het is natuurlijk ook buitengewoon ongemakkelijk. Ze hebben geen respect voor de regels. Ik ben in mijn eentje tegen landen aan het vechten. Wat kan ik tegen ze doen? Het ministerie van Buitenlandse Zaken? Vragen voor hulp? 1000 keer gevraagd. Ze hebben geen respect voor Nederlandse rechters. Dat is echt absurd. Ja, dat is absurd. Deze week een verhaal over hoe ambassades in Nederland meer macht dan de Nederlandse rechtbank lijken te hebben. Op deze manier Nederlandse staatsburgers duperen en onze overheid kansloos laat. Gemaakt in samenwerking met NRC. Daar gaan we. Vrienden, een jaar geleden, in het najaar van 2021, komt NRC met een opmerkelijk verhaal. Wat blijkt, met regelmaat worden er in ons land Nederlandse werknemers van buitenlandse ambassades in ons land onterecht ontslagen. En deze onterecht ontslagen werknemers hebben dan recht op 10.000 euro, soms zelfs meer dan een ton. En dat gaat dan bijvoorbeeld om vergoedingen of vakantiegeld. Maar meerdere ambassades in Nederland weigeren dat geld te betalen. Zelfs als de rechter besluit dat zij wel moeten betalen. Hierdoor komen die onrechtmatig ontslagen ambassademedewerkers in diepe, diepe problemen. En daarom gaan we het vandaag hebben over hoe deze ambassade, die van Algerije, nog een ton moet betalen aan Isan, een voormalig administratief medewerker. En dan is er nog de Braziliaanse ambassade. Zij moeten aan hun chauffeur Guilherme nog 50.000 euro overmaken. Of hier, de ambassade van Egypte. Zij zijn Nisreen nog 60.000 euro verschuldigd. Ook niet onbelangrijk, wat is de rol van de mensen in dit gebouw? Het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook daar gaan we het over hebben. Maar eerst, wat is er nou precies gebeurd? En hoe staat het er nu voor? En ook, hoe kan het nou eigenlijk dat deze ambassades dit bij Nederlandse staatsburgers ongestraft kunnen doen? Daar gaan we. Mijn naam is Guilherme Lima, ik ben 28 jaar oud. Ik kom oorspronkelijk uit Brazilië. Ik ben Isan, ik ben Algerijns. Ik woon in Nederland al 20 jaar. Ik ben Nisreen Ali. Ik woon in Nederland sinds 1998. Ik heb gewerkt voor het commerciële afdeling van het ambassade van Egypte. Ik was administratief medewerker, specifiek dingen te handelen, zoals visa aanvragen, legalisatie van officiële documenten en dienstplicht voor Algerijnen die in Nederland wonen. Als directe chauffeur moet je veilig rijden. Alleen die ambassadeur die vertrok altijd te laat. Ze zegt, Guilherme, ik moet 7 uur in Amsterdam zijn. Alleen eerst heb ik hier een afspraak. Maar kun je een wondertje doen, zodat wij eerder komen? En het wondje doen betekent onrustig rijden. Alleen omdat ik zo snel een actie nam, heb ik schade gereden met de auto. Ja, de voormalige ambassadeur heeft bijeenkomsten georganiseerd bij de ambassade. Er waren coronamaatregelen. En de voormalige ambassadeur heeft geen respect voor dat. Ik krijg een brief van de ambassadeur zelf waar hij wil weten waarom ik ben niet geweest bij de bijeenkomst van de afgelopen vrijdag 20 augustus. Ik heb gewoon gezegd dat mijn afwezigheid zijn te wijten aan het niet naleven van het gezondheidsprotocol voor de preventie en bestrijding van de verspreiding van COVID-19. Omdat ik chronisch ziek ben
en mezelf nog meer moet beschermen dan anderen, kon ik daarom niet deelnemen. De laatste paar maanden was ik zwanger. Ik had heftige pijn de hele week al, maar op vrijdag was het de heftiger. Dus als ik de pijn heb en ik zei, oh, of moest van de pijn zeg maar buigen of... dat is de enige of de laatste die ik herinner toen. Hij zei, nou, je hoeft niet zo te doen, hè. Ga maar rechtop staan. Ik wist het niet dat het weeën was. En toen begint hij te schreeuwen en een harde stem te praten. Dat het werkt niet goed, dat ik niet goed mijn werk doe. En als je niet kan werken, dan moet je gewoon naar huis en niet meer komen. Ze begon een beetje zeg maar, vervelend te doen of mij echt dwingen om zelf ontslag te nemen. Ik ging mijn spullen pakken, mijn jas, mijn tas en ik ging naar huis. En toen begon ze te schelden, verder te schelden en in de auto te stampen met haar voet. En ze zei, Glammy, weet je, ik ga je ontslaan. Zaterdag om 8 uur ben ik aangenomen in het ziekenhuis, in het LUMC. En het blijkt wel dat ik aan het bevallen zeg maar, ben. En op maandag heel vroeg in de ochtend heeft mijn man gebeld en vertelde dat ik al in het ziekenhuis zeg maar, ben. En te vroeg kindje gekregen. Nou, ze waren gewoon stil. Een hele tijd. Niks. Helemaal niks. Ja, ze wilden graag dat ik weg moet. En ja, na 18 jaar in trouwendienst bij de ambassade, ik ben op stonden voet ontslagen. In december na het briefje, zeg maar, na het ontslagbriefje, is gelijk mijn advocaat zeg maar, geschakeld. Dus de eerste procedure bij de ambassade ging om daar te blijven werken. En toen heb ik mij gelijk gekregen. En de rechter heeft daar bepaald dat zij mij niet mocht ontslaan. Drie keer rechtbank, drie keer gelijk gehad. Ik moest me door blijven betalen tot het echte mijn contract zeg maar, officieel beëindigd. Maar de dag van de zitting, de ambassade is niet gekomen. En daarna moet de rechter een andere zitting organiseren. Ja, en de ambassade kwam alleen met wasverschuldingen en zonder enig bewijs. Hè. En de ambassade heeft verloren. Goed, samenvattend. De ambassades van Egypte, Algerije en Brazilië in Den Haag laten hun oud-werknemers in de kou zitten. Want Guilherme, Nisrin en Isaan zijn niet alleen onterecht ontslagen, al dus meerdere Nederlandse rechters. De ambassades negeren ook ons rechtssysteem. Ze weigeren namelijk de door een rechter opgelegde ontslagvergoedingen te betalen of werknemers weer terug in dienst te nemen. Dat doen ze bijvoorbeeld door zich te beroepen op diplomatieke immuniteit, zoals vastgelegd in het Verdrag van Wenen. Maar daar hebben we het straks nog even over. Helaas is het eerder genoemde drietal niet alleen. De afgelopen 5 jaar zijn er 19 arbeidsconflicten op ambassades bij het ministerie van Buitenlandse Zaken gemeld. Zo schrijft NRC in 2021 al. Dus niet alleen Egypte, Algerije en Brazilië hebben lak aan ons rechtssysteem. Ook in de zaken van oud-medewerkers van bijvoorbeeld de ambassades van Marokko, Saoedi-Arabië en Kuwait in Nederland oordeelt de rechter dat het ontslag onterecht is en er dus recht is op ontslagvergoedingen. Maar ook die landen weigeren te betalen. Nou, als journalist Bram Endedijk van NRC in 2021 verhaal gaat halen bij ambassades als Marokko, Kuwait, Saoedi-Arabië en Egypte, komt er geen enkele ambassade met een oplossing. Zij beroepen zich veelal op het internationale recht, bijvoorbeeld als ze een deurwaarder weigeren. En dus vestigen de gedupeerden al hun hoop op het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar krijgen zo goed als nul op request. Ik heb zelf een brief gestuurd naar meneer de minister van Buitenlandse Zaken, heb ik nog steeds tot vandaag geen antwoord gehad. Wat kan ik tegen ze doen? Het ministerie van Buitenlandse Zaken vragen voor hulp? 1000 keer gevraagd. En ik heb ook een brief gestuurd naar de commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer. Binnen een paar dagen, ik heb een antwoord gehad dat ze kunnen niks voor mij doen.
In NRC laat het ministerie weten dat een uitspraak van de rechter moet worden nageleefd. Maar dat, als je diplomatieke banden verbreekt, je ook niets meer kunt betekenen voor Nederlanders die in de problemen komen. En verder dus weer geen oplossing. En nu, een jaar na de eerste publicatie van NRC, zijn de gedupeerden nog geen stap dichter bij het geld waar zij volgens de rechter dus recht op hebben. Omdat ambassades simpelweg weigeren onze wetten en regels na te leven en ons ministerie van Buitenlandse Zaken niet optreedt. En dus dachten wij, nou, voor ons reden genoeg om eens verhaal te gaan halen. Ja, we gaan een rondje maken langs de ambassades, want waarom betalen zij onze gedupeerde ambtenaren die zo lang en hard voor hen gewerkt hebben nou niet gewoon uit? En waarom negeren zij onze rechtsstaat? We beginnen bij de ambassade van Algerije. Zij moeten Issaan nog 120.000 euro betalen. De inmiddels verantwoordelijke, dat is deze vrouw, de Algerijnse ambassadrice Salima Abdelhak. De laatste jaar was een hele moeilijke tijd. Super moeilijke tijd. Een WW-uitkering? Nee, dat kan ook niet, omdat je bent op staande voet ontslagen. Dus opeens, ik moet over alles denken. En wat nu? Dus vanaf morgen, ik heb geen baan meer, geen salaris meer. Nou, en het contact met die ambassade werd een wilde rit. Eerst stuiten we op wat medewerkers. Deze man, Issaan. En ja? Issaan die krijgt nog geld van de ambassade. Dat zou gaan over 70.000 euro bruto die hij nog krijgt. Dat is goed. Ja. Jullie zijn welkom. Ja. Maar het is beter met die ambassade in de afspraak. Oké. Hebben we uw woord van de ambassade dan dat we welkom zijn voor een gesprek? Ik ga het doorgeven, ja. Maar eerst maak een afspraak. Oké, helder. En jullie zijn welkom. Okay. Wat is uw voornaam ook weer? Mohammed. Oké. Helder. Ja? Oké, dankjewel. Goed, of we dus even met het secretariaat willen bellen voor een afspraak met mevrouw Abdelhak. Dus dat is wat we doen. Now, let I call you back. Yeah. Make really an appointment in our embassy, in her office. It will be much, much better. Okay. Well, thank you very much. She has more time without stress and then she can talk to you. Yeah. Absolutely no problem. Okay, thank you. Yes. Have a nice day. Bye-bye. Bye-bye. Oké, ze zegt dus kom maar naar kantoor praten. We laten wel weten wanneer. Ze komt zeker praten. Ja. Nou, daar wachten we dan maar even op, toch? Ja. Hallo, met Tim Hafman from Angry International. En daar klinkt men nog heel welwillend. Ze gaan ons namelijk bellen. Maar dat gaat allemaal wat stroever dan beloofd. I will contact you tomorrow, because today as well she is not at the office. Yes, we will speak tomorrow then. Thank you very much. Okay, you will. Okay, bye-bye. Bye-bye, bye. It's clear that the ambassador is not here, madam ambassador. You can call tomorrow. Okay, so, but they... You can call tomorrow. Call tomorrow. But to be honest, as she is very busy and she prefers that we are contacting you starting from Monday. Okay, yeah. Juist, veel bellen, maar geen gehoor. En na 2 weken proberen afspraken te maken, besluiten we om maar weer eens langs te gaan. En dan is de toon opeens heel anders. Hoe heet jij? Tim Hofman. Heb je afspraak? Nou, die proberen we te maken. Ja, je moet hier mee sturen. Ja, dat hebben we gedaan. Hebben we gebeld. We hebben 2 weken contact gehad. Maar je bent met ambassade, meneer. Is niet zomaar. Nee, dat snap ik. Het is ook niet zomaar. Maar het gaat ook over 100.000 euro. En jullie houden je niet aan een uitspraak van de rechtbank. Dus het is ook niet zomaar dat ik hier sta. Je praat over een rechtbank. Helemaal anders. Luister even. Je moet een afspraak maken. Als je hebt afspraak, je kan gewoon naar binnen komen. Ja. Nee, snap ik. Is de ambassadrice er? Ik kan geen antwoord geven, meneer. Sorry. Oké. Okay. Kunt u vragen of ze met ons wil komen praten? Nee. Waarom niet? Ja. Hooghartige toon, ramen dicht, lichten uit, rechters negeren, Issaan duperen. Mevrouw Abdelhak heeft lak aan Issaan en daarmee dus ook aan onze rechtsstaat. Blijkbaar, de ambassade van Algerije in Nederland is een vrij wochel. Ze hebben geen respect voor de wetten, ze hebben geen respect voor de regels, ze hebben geen respect voor Nederlandse rechters. Het gaat over 4 rechters. 1 rechter bij de rechtbank Den Haag en 3 rechters van het gerechtshof. Vlak voor me heeft de ambassade geprobeerd om 3 collega's van mij te ontslaan.
En het is niet gelukt, omdat elke keer proberen zij op verschillende manieren. En bij het UVV kregen ze ongelijk. Hè? En toen wisten ze, oké, er komt een nieuwe wet. Ik ga Guilherme proberen via de kantonrecht te ontbinden. Het is een rare gevoel van, wat zijn die mensen mee bezig? Het is onterecht en ze weten wel dat het dit onterecht is. Het was echt iets van een blokkade, zeg maar, in mijn gedachten. Als ze wilden al betalen, dan hadden ze het al lang gedaan hebben. Ik ben 5 keer voor de rechter verschenen. Ik ben in mijn eentje tegen landen aan het vechten. Nou, Guilherme, dat vechten hoeft in ieder geval niet meer alleen. Wij gaan langs bij de ambassade van Brazilië om te vragen wanneer ze het rechterlijk bevel op zullen volgen en jou gaan betalen. En dat doen we 's morgens vroeg met wat info van een bron in de achterzak. Zo weten we hoe laat de ambassadeur Paulo Roberto Caminha de Castillos Franca waar verschijnt en in welke auto hij zich laat rijden. Maar gaat hij er achterin of voorin? Daar bij die groene deur. Daar gaat hij erin? Ja. En dan is hij gelijk in de achtertuin en gaat hij de ambassade in? Ja. Jij dat ambassadeterrein op, gaat die deur dicht, zit je vast? Dan zit ik dus vast in Brazilië. Ja, dan weet je hoe fucked je dan bent. Ja. Dat is een zieke diplomatieke rel. Ja. Dat is ook helemaal niet gaaf met Brazilië. Dat is gewoon einde carrière. Dat was het gewoon. Ja. Ja. En dan al vrij snel komt daar een zwarte Mercedes met Corps Diplomatiek, oftewel een CD-kenteken, aanrijden. Kortom, precies de auto die we zoeken. Oh, dit is hem, dit is hem, dit is hem, dit is hem, dit is hem. Dit is hem. Ja, gaat het naar rechts? Ja? Oké, ga even uit. Oké, wacht. Hou de camera. Gaat hij nu... Nee, het is hem niet. Kut. Oké. Okay. Ja, het is niet zo gek dat we wel naar buiten liepen. Een zwarte Mercedes met CD die hier naar rechts ging. Zeg maar, alle voortekenen waren er. Nu wordt het spannend. Ja, nu wordt het spannend. Nu wordt het spannend. Ja, hij moet 9 uur binnen zijn, zei ze. En dan zien we wel de goede auto van de ambassadeur. Alleen, er is een klein probleem. Dat is hem. Nee, je lult. Hij komt van buiten. Ja, wacht. Hij komt hier weg op. Hij gaat hier weg op. Oh, dat is hem leeg. Hij is leeg. Maar dan was hij er heel vroeg. Hij stopte ook. Nee, hij zat er niet in. Hij was leeg. Die auto was leeg. Dan gaat hij misschien halen. Oké. Even voor de goede orde. De auto die we zoeken met het kenteken van de ambassadeur... die kwam naar buiten uit vanaf het parkeerterrein van de ambassade. Alleen de ambassadeur zat er niet in. Er zat niemand in die auto. Of reed hij zelf? Nee. Nee, hij wordt gereden. Ja, hij wordt gereden. Dan is die al binnen, al heel lang. Dat kan, hè, dat hij vanmorgen heel vroeg was. Of hij begint gewoon laat. Of hij wordt opgehaald. Ja. Maar is dit waar die auto gestationeerd wordt? Nee. Ja, wel dus. Kutzooi. We wachten nog een klein uurtje. En dan opeens... Dus hem. Oké, ja, dus hem. Oké. Hi. Oh, zit iemand in, hoor. We're looking for Mr. Ambassador. Hi. We're looking for Mr. Ambassador. Brazil? Yeah. Ambassador from Brazil. Yeah. Hi. We're looking for you to talk about Guilherme, who still gets to pay out 50,000 euros. Court decided. I don't have anything to say. Why not? Just a minute, let me arrive. Yeah, that's fine. We'll wait here for you. Wil nog iemand bij volgens mij? Mr. Ambassador. Could you please talk to us? Okay, cool, thank you. Naar de voorkant. To the other side? Yep, okay. Thanks. Okay. Volgens mij, we moeten naar ja, de voorkant. Lekker. Ja. Oké, wat ze willen weten is, waar is die 50.000 euro? Hoezo hebben ze lak aan de rechtsstaat? Hoe gaan we dit fixen? Ja. Oké, doe de camera maar even omlaag. Hi, we have an appointment... Nederlands of Engels? English, we have an appointment with Mr. Ambassador. We spoke with him in the garden and they said to... Yeah, we can wait here. Yeah, that's cool.
We'll see. No. We just wait for the ambassador. I'm sorry? But they told us to, when we were in the back, to go to the... Okay. Okay, we'll speak to him later then. Okay, thank you. Nee, ja, we worden nu een ambassade uitgepleurd. Maar dit is poging 1. Ja. Ik wil nog even achterom kijken. Wat een gelul, jongen. Wat een gelul. Hier overheen klimmen, dat is lastig. Oh fuck, ik kan echt niet geloven dat als hij dit echt gedaan heeft, hè. Eerst heel vriendelijk lachen. Zeg, loop maar om. Ja. Ja, let me arrive. Hij zei, just a minute. Ja. We gaan het niet verliezen van deze man. Dat weiger ik. Nou, ze nemen ook niet meer op nu. Hallo? We staan naar boven te praten en een gameplan te maken. Het oogt wel als lichte paniek, maar... Ja. Yes, we'll wait here! Ze moeten Bolsonaro nog van de muur halen daar, zie je dat? Ja. Daar komt iemand. Good morning. I'm looking for Mr. Ambassador. Yes, you just talk to me. He said that if one of you could come in, he'll talk. Okay. He'll talk in the metro, no filming, okay. No recording, but yes, he'll be glad to talk. Okay. Okay, who's going to be? It's me. Oh, I'm right. Going to... Thank you. Thank you. Ik ben zo terug. Ik kan, ik kan echt niet filmen binnen. Is het espionage if I do film? Yes. It is. Yeah, okay. Your name, sir? Tim Hoffman. Tim. Nice to meet you. Hi, nice to meet you. Yes, please. Sorry for the inconvenience. My name is Tim. Hi. Good morning. Just wait here. I'll wait here, yeah. Oh yeah, I can give it to you. Just kidding. Here. Ambassador will be here. No, I'm fine. Just to make sure. Ja, eenmaal binnen moet ik mijn zender afdoen en telefoon inleveren. En dat betekent dat ik nu in de ambassade ben zonder dat ik contact kan maken met iemand en de politie niet in kan grijpen. En eenmaal binnen wordt mij heel dwingend verzocht de cameraploeg de hoek om te sturen. En omdat we een goed gesprek niet in de weg willen zitten, besluiten we dat ook te doen. En dan verschijnt daar opeens de Nederlandse politie. Hoi. Wij zouden graag willen weten wat jullie... Wat jullie doen? Ja, wat jullie van plan zijn. Wij zijn van boos. We proberen iemand te helpen die nog geld krijgt van de Braziliaanse staat. Ik ga het met mijn collega mee naar binnen. Dus dat jullie even hier willen wachten. Inmiddels is de ambassadeur van Brazilië, Paolo Roberto Caminha de Castillos Franca, met nog 3 mensen tegenover me gaan zitten in die ambassade. Daar vertellen ze onder andere op hoge toon dat ze onze manier van werken ontzettend niet waarderen en hoe ze de zaak van Guilherme zien. En na een stevig gesprek word ik weer naar buiten gestuurd. Oké. Kijk eens. Ik weet allemaal niet hoe het gaat lopen hier. Wat belangrijk is inhoudelijk, laten we even daar gaan staan. Ik ga jullie even bijpraten wat hier net gebeurde, want er gebeurt eigenlijk heel veel. Wordt binnen uitgenodigd, ik in mijn eentje, dan moet ik alles inleveren. Ja. Dus ik word al gestript, ik heb mijn zender en mijn telefoon weggegeven en toen kwam de politie. En ja. Wat zij dus vertelde is, de politie, dat zeiden ze net ook, die komt dus zelf als zij beweging zien, ook voor mijn veiligheid. Een klein halletje, ik sta in dat kleine halletje waar we net met z'n allen stonden, bij de Bolsonaro poster. Zeiden ze, Tim, luister, we zeggen het even voor jouw veiligheid. De politie zei het tegen mij. Als jij straks de drempel overgaat hier, dan val jij buiten onze juridictie. Dus als je dan wat overkomt, of zij hebben kwaad in de zin, beter dan dat wij niet in kunnen grijpen. En toen dacht jij? Toen dacht ik, ja, zweethandjes. Ja, daar stond die hal stond vol, jongen. Ja. Ik denk, ja, ik weet het ook niet. Toen, even inhoudelijk, ben ik naar binnen geleid. Toen moest ik wachten in een kamer. Toen kwam, toen moest ik eerst mijn naam, B-zender, mijn telefoonnummer geven. Niet gedaan. Nee, snap ik. Toen kwam de ambassadeur. Die begon met iemand naast hem. Uiteindelijk zat ik met 4 mensen op een rij. We zijn heel erg ontevreden dat je dit op deze manier hebt gedaan.
We hebben warme banden met Nederland. We begonnen meteen over de banden met over Nederland. Over de banden met Nederland. En dat is niet alleen gezellig, maar ook strategisch. En dit is niet the way to go. En hij zei, ik mis nu ook een meeting, omdat ik jou te woord sta. Hij zei, je bent een ambassade, het werkt hier anders. Dat zei hij tegen me. Toen heb ik hem gewoon voorgelegd wat de casus is. En hij zei, nee, wij respecteren de rechtbank. Ik zei, nou, volgens mij valt dat wel mee, want jullie betalen niet. Maar hij zei, hij wilde de zaak inhoudelijk niet op ingaan. En toen zei hij, alles wat we gaan doen, gaan we niet met jou bespreken, maar in de rechtbank. Toen zei ik, ga jullie nog een keer naar de rechtbank dan? Ja. En toen zei hij, nee, zo moet je mijn woorden niet interpreteren. Maar dat was een beetje... Dus ik weet niet of hij zich daarover sprak of niet. Hij wist wel waar het over ging. Maar hij wilde dat verder niet met mij bespreken. En hij wilde ook niet politiefilmen. Hij wilde dat niet met mij bespreken. En binnen de kaders van de rechtsstaat. Ja. En dat is dus niet zo. Ik zei, binnen de kaders van die rechtsstaat heeft Pierre recht op zijn geld. Ja. Toen werd ik er bij de hand, toen moest ik optieven. Was je bang? Wij waren namelijk een beetje bang. Ik ben ook wel een beetje bang. Ja. Ik denk, ja, ik kan niks. Als zij me nu 10 dagen vasthouden, dan is dat het. Omdat ik bij de hand ben geweest. Ik wel temperament was het. Ja. Ik weet het niet. Ik ken die ambassade niet. Misschien zijn ze heel chill, maar ik vond het niet relaxed. In principe hebben we hem wel gesproken nu, de ambassadeur. Ja. Maar we hebben het geld nog niet. We gaan even nadenken. Ja, ja. Voorwaarts. Ik ben blij dat je er bent, man. Dus, samengevat, de ambassade van Algerije houdt ons aan het lijntje en negeert Issaan nog steeds. De ambassade van Brazilië zegt nadrukkelijk, wij houden ons aan de rechtsstaat. Maar dat is dus niet zo. En Brazilië kan ook niet, zoals de ambassadeur per ongeluk zei, nog eens naar de rechter. Het hoger beroep is namelijk al geweest. En ook daar werd gezegd, Guilherme moet zijn geld krijgen. Kortom, Paulo Roberto, Camilla de Castillo's, Franca liegt tegen ons. En dan is er nog de ambassade van Egypte. Zij komen in de tussentijd met een schikkingsvoorstel aan Nisrin. Alleen, dat is bijzonder onredelijk. Dus dan denk je, overheid, alsjeblieft, grijp in. Maar dat is nog zo makkelijk niet. Goed, dit hele verhaal draait eigenlijk om de term diplomatieke onschendbaarheid. En het raamwerk van die diplomatieke onschendbaarheid is gebouwd met dit document. Het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer. En met dit verdrag hebben ambassadeurs, consuls, staatshoofden en andere diplomaten die in het buitenland hun land vertegenwoordigen de zekerheid dat zij hun werk zonder risico op vervolging kunnen uitvoeren. Handig als je bijvoorbeeld in bepaalde landen aandacht wil vragen voor mensenrechten zonder zelf achter slot en grendel te belanden. Diplomatieke onschendbaarheid is mega handig gereedschap. Maar het wordt ook regelmatig misbruikt. Denk aan de eeuwig foutparkerende diplomaten in de binnenstad van Den Haag die, als ze een bekeuring krijgen, niet hoeven te betalen. Of, tikkie extremer, de moord op journalist Jamal Khashoggi in 2018. Een Turks-Saoedisch onderzoeksteam is op dit moment op het terrein van het Saoedische consulaat in Istanbul. Ze zoeken naar bewijsmateriaal rondom de verdwijning van journalist Jamal Khashoggi. Een schoonmaakploeg meldde zich eerder op de dag al bij het consulaat. Het onderzoeksteam kwam een paar uur later aan. Khashoggi wordt in het Saoedisch consulaat in Istanbul in stukken gezaagd. En dat is dus echt gebeurd. En omdat zo'n consulaat, de dependance van de ambassade, min of meer diplomatiek onschendbaar gebied is, kan de lokale Turkse overheid pas 22 dagen na de moord een kijkje nemen als de Saoedi's eindelijk toestemming geven. En of diplomatieke cowboys in een gastland nou groot of klein leed veroorzaken, het schenden of alleen al het vermoeden van het schenden van verdragen van Wenen door het gastland kan voor een enorme shitshow zorgen. Bijvoorbeeld in 2013. In een chique woonwijk in Den Haag. Het verhaal begint afgelopen zaterdagavond in Scheveningen. Een vrouw onder invloed rijdt enkele auto's aan. De auto waarin ze rijdt heeft geen diplomatieke nummerplaten, maar het zou gaan om de vrouw van Dimitri Baradin. Volgens onze bronnen wordt de politie bij het ongeluk aangesproken door buren van de vrouw. Die melden dat in haar appartement kinderen zouden worden mishandeld. En als de politie polshoogte gaat nemen, treffen ze er een dronken man aan met zijn kinderen. Om hen te beschermen wordt de man meegenomen naar het bureau. Het is een grubbeste overtreding van de Wenske Conventie. We wachten op een verantwoording en een excuus.
А также наказание виновных. Nederlandse agenten arresteren een dronken Russische diplomaat die voor hun ogen zijn eigen kinderen mishandelt. Terecht, zou je denken. Maar met de arrestatie wordt het verdrag van Wenen geschonden. De diplomaat in kwestie, Dmitri Borodin, valt namelijk onder de diplomatieke onschendbaarheid. En daarom moet niet Rusland, maar Nederland diep door het stof. Ander voorbeeld uit 2017. Zij weigert dat. Zij is de minister van een Turkse overheid. Zij wil niet naar Duitsland en zij wil haar consulaat betreden. Nou, dan gaan wij nog even overleggen. Dan gaan wij overleggen. Dan kan zijn dat er andere consequenties gaan plaatsvinden. Lang niet iedereen vertrekt. Een deel van de demonstranten zoekt de confrontatie met de politie en de ME. Atlarla yürüyen. Affedersiniz. Kendi içlerindeki o hırslarını köpekleri sürmek suretiyle. De Turkse minister van Familiezaken wordt de toegang tot het Turkse consulaat in Rotterdam ontzegd door onze regering. Er ontstaan rellen en die avond worden twee Turkse diplomaten aangehouden door de Nederlandse politie. En je raadt het al, een schending van het verdrag van Wenen. Na die avond worden de diplomatieke banden met Nederland door Turkije doorgesneden. En pas een jaar later, na veel praten, worden die hersteld. Ja, je hoort dus. Die diplomatieke onschendbaarheid is ongelooflijk complex. Bijvoorbeeld ook omdat het verdrag van Wenen zichzelf op het eerste oog in de staart bijt. Neem artikel 41 uit dat verdrag. Daarin staat dat jij als diplomaat aan de wetten en regels van het gastland hoort te houden. En dan denk je, daarmee kunnen we ambassades verplichten om Guillerme, Isane en Nisrin te betalen. Toch? Maar in hetzelfde verdrag lezen we ook lid 3 van artikel 22. Daarin staat dat niet toegestaan is om beslag te leggen op bezittingen van de ambassade. Dus er is vastgelegd dat jij als diplomaat aan de wet en regels moet houden. Maar hetzelfde verdrag maakt het ook mogelijk om strafvervolging tot op zekere hoogte te ontlopen. Dus, samengevat, Guillerme, Nisrin en Isane, voor de helderheid dus, allemaal Nederlands staatsburger, zijn door het handelen van hun voormalig werkgever, een ambassade, in een krankzinnig krachtveld terechtgekomen. Ambassades zijn door internationale regelgeving beschermd. Regelgeving die je niet geacht wordt te schenden, maar waar je in de praktijk stevig misbruik van kan maken. En zo staan onze eigen rechters dus kilometers buitenspel en hebben onze gedupeerden nog maar één hulplijn, namelijk het ministerie van Buitenlandse Zaken. Luister mee. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan helpen door druk uit te oefenen op landen die zich niet aan de regels houden. Daarbij kan het een soort escalatieladder beklimmen. Hoe hoger je op die ladder komt, hoe steviger de maatregel ervaren wordt. Die ladder begint vaak op een lage trede, bijvoorbeeld door een brief te sturen naar de ambassade om te vragen om tekst en uitleg. Een paar treden hoger kan de ambassadeur op het matje geroepen worden. En uiteindelijk kan Nederland zelfs de accreditatie intrekken van één of meerdere diplomaten. Maar het ministerie moet daarbij constant rekening houden met het evenwicht in het krachtenveld waar enorm veel belangen mee gemoeid zijn. Ja, en dan hebben we het nog niet eens gehad over de economische belangen die Nederland heeft bij warme banden met Egypte en Algerije en Brazilië. Met als resultaat de verwoeste levens van Guillerme, Nisrin en Isane. En dus een ministerie van Buitenlandse Zaken dat met leden ogen moet toekijken. De geld wat ze moeten betalen is ook rechtvaardigheid. Maar dat de Nederlandse overheid dat ergens, dat ze dit niet meer kunnen doen tegen anderen. Ik heb alleen maar problemen gehad, ja, met de UWV, met de Belastingdienst, met werk zoeken. En ja, en niemand in Nederland kan begrijpen welke soort problemen ik heb gekregen. Nou, we hebben wel een heleboel financiële problemen, zeg maar, in een financiële, zeg maar, problemen gebracht. Doordat ik dat ik door mijn geld niet kan krijgen. Ik kreeg letterlijk paniekaanval. Want op dat moment dacht ik, mijn gezin, hoe gaan ze eten? Mijn hypotheek, ik raak mijn huis kwijt. Want dit heeft letterlijk bijna mijn leven gekost. Ik heb bijna opgegeven door de ambassade. Ik vraag mezelf of meneer de minister-president
weet wel dat er is een probleem met Algerije in Nederland. Naast de betreffende ambassades mailen we ook nog een set vragen naar het ministerie van Buitenlandse Zaken onder leiding van CDA-voorman Bobke Hoekstra. Daarin vragen we onder andere of ze bekend zijn met deze voorvallen en wat ze daar nou aan gaan doen. Het ministerie schrijft ons onder meer: wij proberen betrokkenen te ondersteunen en inzicht te geven in hoe wij kunnen ondersteunen bij de oplossing van het conflict. Ook schrijven ze: de realiteit is echter dat de Nederlandse staat deze ambassades niet kan dwingen de uitspraken uit te voeren. We doen als ministerie echter wel zoveel mogelijk om ambassades te bewegen toch de uitspraak van de rechter in acht te nemen. En ook in één geval is door een Nederlandse ambassadeur bij de autoriteiten van de zendstaat om aandacht gevraagd voor een zaak. In een andere zaak worden op dit moment voorbereidingen getroffen om de autoriteiten aan te spreken. Dat laatste is opmerkelijk, gezien NRC vorig jaar al met het nieuws kwam dat ambassades onze rechtsstaat omzeilen als het gaat om werknemers onterecht ontslaan en niet betalen. Dat ging in totaal om 19 gevallen en volgens het ministerie had dat hoge prioriteit, zo lieten zij toen aan NRC weten. Maar tot dusver zijn er nog geen oplossingen. Verder schrijft het ministerie wel dat ze iets willen doen, maar niet wat ze dan willen doen. En dus tijd om minister Hoekstra dat zelf maar eens te gaan vragen. Wij gaan op naar het Binnenhof, waar we Hoekstra op zullen wachten na de ministerraad. Hierachter is straks de ministerraad. En in die ministerraad daar is ook aanwezig Bobke Hoekstra. Bobke Hoekstra is eindverantwoordelijk en die beste man, daar hebben wij eigenlijk een afspraak mee kunnen maken. Of anders gezegd, ze weten dat we komen en mochten een interviewtje doen. Hoe gaat het met jou? Met u? Wat zou ik zeggen? Jou. Jou? Oké, okay, ja, ja. Hoe gaat het met je? Goed. Ja? Goed. Ja. Ja. Goed. Redelijk goed. Redelijk ja. Goed. Dat is al minder ja. Dan goed. Hoe zijn de omstandigheden nu? Ik wacht op meneer de minister van Buitenlandse Zaken. Ja, en je wacht nog op geld? Ik wacht al 1 jaar nu. Ja, op een goede ton. Ja. Hoe gaat het met je gezondheid? Redelijk goed. Ja? Ook. Ja. Is de stress een beetje vol te houden? Ja. Oké, okay. Ja, dat is in ieder geval goed om te horen. Je hebt al afgelopen tijd weer een aantal brieven gestuurd. Ja, hoe vaak? Zonder antwoord, zonder antwoord. Reactie. Nee. Niks. Niks. Ik heb de minister van Buitenlandse Zaken alleen gevraagd voor steun of help om te bemiddelen met de ambassade van Algerije. Ja, wat wil je dadelijk weten van Hoekstra? Kan hij iets doen? Ja, voor jou. En voor de rest? Of niet. Ja, precies. Ja, anders moet je het ook gewoon eerlijk zeggen. Hè? Als ja. We met handen in het haar zitten, we kunnen niks. Voorwaarts. Meestal als wij daar zijn, is dat het gezellig. Nee, één Hoekstra. Nee? Alleen Hoekstra. Oh, okay. Hebben we afspraak mee ook. Okay. Ja, de chauffeur is verkleed als hem, wat zeker. Wauw! Ja, heel ziek. Het zijn twee dezelfde guys. Welke chauffeur, welke minister? Een uur geleden app Buza ons. Kom maar, de ministerraad is over. Wij rennen. Staan we hier een uur. Prank. Je hebt de achterdeur genomen. Laten zien wie hier de baas is. Dat is hem niet, dit is hem niet. Is jij hier toch? Van, Hoe bestaat het dat hij van ons elke keer helemaal aan het einde komt? Hoe bestaat het? Daar, ja, is die. Kom maar. Kom mee door dit. Is goed, ja. Ik dacht. Nog niet. Zeg je? Je kan eronder gaan staan. Hi. Hallo. Je weet waar. Mag ik het weer? Je mag het weer. En okay. Ik heb het over gehad. Oké, goed. We hebben jullie al gemaild. En toen heeft Buza ons teruggestuurd. De realiteit is echter dat de Nederlandse staat deze ambassades niet kan dwingen de uitspraken uit te voeren. Dat betekent dus eigenlijk dat jullie zeggen: wij kunnen als Buza niks doen. Ambassades kunnen eigenlijk onze rechters negeren. En nu? Nou ja, wat gewoon heel ongemakkelijk is, dat merk je ook uit de antwoorden op jullie vragen, dat de Nederlandse rechter hier heeft gezegd, ja. Dit is niet oké. Okay. Je moet op de Nederlandse manier met het arbeidsrecht omgaan. En dat die ambassades zeggen, ja, we trekken ons er toch niks van aan. Ja. En wat je daarin ziet is zeg maar de schaduwkant van de diplomatieke afspraken. Want wij hebben geen
stok om daarmee achteraan te gaan. Ik zit even net even door even die twee verdragen van Wenen te gaan. Artikel 41, lid 1. Ongeacht hun voorrechten en immuniteiten is het die plicht van alle personen die deze voorrechten en immuniteiten genieten, de wetten en regelingen van de ontvangende staat te eerbiedigen. Ja. Lees ik dit verkeerd of staat hier gewoon... Je leest het goed, staat volgens mij ook in de vragen. Ja. Het staat er iets beknopter dan... maar je hebt het gewoon helemaal gelijk. En wij snappen ook, er is een escalatieladder. Hè? Wanneer treed je als buzzer nou op? Wanneer ga je een land bellen en zeggen, joh, fluit je mensen terug? Toch, zo werkt het een beetje. Of hou je ze aan de wet? Ja, en wat je... Kijk, wat ik zeg toen ik de vraag zag... en wat we denk ik best kunnen doen, is nog eens kijken naar dat lijstje. Voor mij heb je iets van 6-7 mensen heb jij... bij wie dit speelt. Ja, bij een NRC, we doen het samen. Het is een lijst, uiteindelijk gaat het geloof ik om 19 mensen zelfs. Wij hebben in onze uitzending in ieder geval 3. Wat kunt u dan doen? Wat gaat u doen? Heel eerlijk, helemaal aan het einde van het liedje. Je kan daar dus het gesprek over aangaan. Je kan zeggen dat je wil dat ze zich houden aan de wet. Maar stel dat het zo is, dat al heb je ze 10 keer gesproken en men besluit uiteindelijk dat niet te doen, dat je dat niet kan afdwingen. Maar geen represailles. En dan zegt u niet, ik ontbied de ambassadeur, je gaat nu betalen, anders geef ik geen akkoord op visa's, noem maar wat. Ja, dat is, weet je, dat zijn hele zware middelen. Ja, maar we hebben het hier over Nederlandse burgers die expliciet benadeeld worden buiten de rechter om. Nee, want het is natuurlijk ook buitengewoon ongemakkelijk. U bent als voorman van BUSA machtig genoeg om te zeggen, er volgen represailles. U benadeelt met uw ambassade onze staatsburgers. Dan zeggen wij, stop op de visa of andere wat kleinere maatregelen. Of zegt u, dat wil ik niet doen. Dat kan ook. Nee, dat is ook een antwoord. Ja, maar ik denk dat je dat niet zo tegenover elkaar moet zetten. Ik denk dat je wat je wel kan doen. En daarom zou ik ook geïnteresseerd zijn in die 19 gevallen. Ja. Want dat zijn er meer dan wie wij weten. We hebben in een aantal gevallen contact gehad met ambassades. Ik denk wel dat er ook toegevoegde waarde in zit om dat nog te intensiveren. Ja. Dus geef ons die lijst. En dan zeg ik toe dat we daar met die ambassades over in gesprek gaan. Als iemand BUSA mailt en zegt, ik word benadeeld door een ambassade en ik krijg niet betaald, handelen jullie dan adequaat? Doen jullie dan iets? Nou, volgens mij krijgen mensen dan altijd bij ons een luisterend door en kijken we ook wat we doen. Maar we hebben dus dat is dus niet waar. Want hier staat Isaan. Isaan heeft al... Hi, Isaan. Meneer de Meister. Die mailt wekelijks. Goedemiddag. Ik ben Isaan Kershoy. Isaan krijgt nog 100.000... Ik ben medewerker van de ambassade van Algerije. Ja, krijg nog 100.000 euro. Ik heb hier een beschikking van de rechtbank Den Haag. Wat moet ik doen nu met de beschikking? Dat ligt allemaal bij jullie bureau. Laat ik nou deze meenemen. En ik zei net al tegen Tim, graag bereid om daar naar te kijken. Ik zou overigens ook wel echt graag, niet alleen die van u, van jou, willen hebben, maar ik zou graag het langere lijstje willen hebben. Ik wil wel, dat zei ik net ook tegen Tim, realistisch zijn over wat je daar uiteindelijk allemaal mee kan. Als men uiteindelijk zegt, we trekken ons daar helemaal niks van aan, dan is dat heel ongemakkelijk. Dan is dat dus represailleloos. Meneer de minister, ik heb 2 brieven naar u gestuurd in augustus. Ik krijg geen antwoord, geen reactie. Ik heb een heleboel e-mails naar uw ministerie gestuurd, naar verschillende directies van uw ministerie. Geen reactie, geen antwoord. Nou, ik kan u alleen toezeggen dat ik dit meeneem. He, dus dat u heeft hier stukken bij u. En ik kan u ook toezeggen dat u daar een antwoord op krijgt. En ik wil heel graag van Tim, want het is kennelijk een breder probleem, van de brede groep mensen die dat probleem heeft, met de ambassades in gesprek. Sorry, meneer de minister. Hebt u mijn 2 brieven ontvangen of niet? Die komen niet bij mij op mijn bureau. Die komen niet bij mijzelf op mijn bureau. Hoe kan dat? Omdat er zijn... Ik vraag net aan u, wordt het wij, dan geregeld? Omdat wij, ik weet niet hoeveel, maar ik denk honderden brieven over allerlei zaken per week krijgen. Die komen vanzelfsprekend, dat ook begrijpen, niet allemaal bij mij op mijn bureau. Wat ik wel graag zou willen doen, is kijken hoe we u, maar ook breder, wat aan het probleem kunnen doen. Dus dat wil ik u graag toezeggen. Maar laten we dat eens concreet maken. Wat gaat u dan concreet... Want in de mails van u staat ook, we gaan ermee aan het werk. Maar wat is dat? Nou, dan zou ik dit specifieke geval, want dat ken ik niet. Dan zou ik graag uw informatie willen hebben. Dan vind ik ook dat men daar bij ons naar moet kijken. En wat ik net tegen Tim zei, dan zou ik in dit geval... En bij u gaat het dan over de ambassade van Algerije. Maar ook bij andere ambassades moeten we daar gewoon het gesprek over aan. Dat is dan de volgende stap. Wat gaat u dan zeggen in dat soort gesprekken? Ja, dat voor ons... ons essentieel is dat, hoewel wij dat misschien niet kunnen afdwingen, dat ambassades ook het Nederlands arbeidsrecht gewoon respecteren. Maar artikel 41, lid 1 zegt, jullie moeten je aan de wet houden. Als je dat dan niet doet, dan wat? Ja, Tim, dat gaf ik je net aan. Dan niks. Dat is het, nee, ja, maar, en dus helpt, en zo gaat het vaker in de diplomatie, het helpt wel degelijk om dat te bespreken, nog een keer te bespreken, zo nodig nog een keer te bespreken. Oké, maar dat is ook al door jullie gedaan bij bijvoorbeeld één geval, dat meden jullie ons. Daar is eigenlijk niks uitgekomen, dus dat helpt niet.
Ja, dit is maximaal wat we kunnen doen. Maar ik wil heel graag daar naar kijken. En nogmaals, geef mij die lijst. Wij kunnen dat gesprek ook altijd hernemen. Nee, laten we dat in ieder geval afspreken. Wij leveren u de lijst aan. Jullie nemen dat serieus. Jij zegt het zijn er 19. Ja, ik ga met NRC gaan wij zitten. Wij zorgen dat die zaken bij u terechtkomen. Dat is volgens mij stap 1. Ja, en dan zou ik graag willen weten bij welke ambassade speelt het. Dan kunnen we ook met die ambassades kunnen wij hierover in gesprek. Maar ik wil wel realistisch zijn. Ik wil er gewoon eerlijk in zijn. Jij zegt terecht. Het is anders geregeld in het verdrag. Ja. De realiteit is ook dat als ambassades besluiten daar helemaal niks aan te doen, heb je niet, zoals bij een Nederlandse werkgever, een formele stok om dat mee te slapen. Dat snap ik. Kijk, een argwanend kijker zou denken, dit gaat ook over Brazilië, dit gaat over Algerije. Dat zijn allemaal landen waarmee wij goede betrekkingen hebben. We verdienen geld aan die landen. Dat is ook zo. Misschien zou het kunnen dat belang zwaarder weegt dat van een Nederlands staatsburger wat hier benadeeld wordt. Dat speelt hier echt niet. Dat geeft u mij met hand op het hart. Daarom zeg ik juist toe dat ik graag die lijst wil hebben. En ik ook gewoon vind dat wij, in uw geval, maar ik wil vinden dat we dat breder moeten doen. Dat we toch kijken of we daar, door daar de gesprekken over te hebben, wel resultaat kunnen bereiken. Ik ga daar niet nu aan de voorkant over escaleren. Nee, maar dat is dus geen formele ontbieding, die gesprekken. En dat is ook geen represailles. Ik vind dat wij moeten beginnen met dat gesprek te voeren en kijken wat we daarmee opschieten. Dat is overigens precies de manier. Oké, okay, helder. Dat dan neem ik dat die van u mee? Dit is ook de brief van 15 augustus. Die neem ik mee. Ja. Okay. Die neem ik mee. Ja? Dat is goed. Wij mailen u een lijst. U zegt toe, wij gaan aan het werk. Wij gaan aan het werk. Oké, akkoord. Dat is goed. Spreek later. Hebben we toch even gesproken nog, hè? Ja. Wat nu gaat gebeuren is dat we de hand hebben geschud dat zij alle dossiers op tafel leggen. Dat is heel veel winst. Dus die komen onder ogen van onze minister van Buitenlandse Zaken en die gaan daarmee aan het werk. Wij moeten even heel goed in de gaten gaan houden wat ze daarmee doen. Want hij vindt het heel moeilijk om te zeggen, ja, er volgen represailles of er wordt iemand formeel ontboden. Maar toch moet het op een manier opgelost worden. Zoals het er nu voor staat, ben jij als Nederlands staatsburger gewoon de dupe van iemand, van een ambassade die de wet omzeilt. Ja. We gaan wel zien wat hij gaat doen. Ja. We hebben beloftes en een startpunt. Ja. Zoveel brieven gestuurd, zoveel e-mails gestuurd. Voor niks. Was voor niks, hè? Ja, het bizarre is ook. Ja. NRC komt vorig jaar al met deze artikelen. Ja. Jij stuurt brieven, andere mensen sturen brieven. En nu wij, als we hem in zijn gezicht met een camera erbij, dan gaat er naar gekeken worden. Ja. Dat is ook een beetje waar wij voor zijn. Dus laten we zeggen dat die missie geslaagd is. En dat we het vanaf nu in de gaten gaan houden. Wil jij nog wat kwijt? Het is echt absurd. Ja. Het is absurd. Wij van het werk voor je in ieder geval. Akkoord? Ja. Oké. Okay. Dank je wel. Na ons interview met minister Hoekstra schrijft het ministerie van Buitenlandse Zaken ons dat zij, quote, actie heeft ondernomen door opnieuw in gesprek te gaan met deze ambassadeurs om aan te dringen op een oplossing. Ook stuurt het ministerie alle ambassades in Den Haag een diplomatieke nota om ze opnieuw te wijzen op het belang van het naleven van de Nederlandse wet en regelgeving. En nodigt het ministerie alle ambassades uit voor een informatiebijeenkomst volgend jaar samen met het UWV en het ministerie van Sociale Zaken. Verder hebben zij, zo schrijven ze, Issaan en zijn advocaat uitgenodigd op het ministerie en dat gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden. Daaropvolgend, en we quoten, heeft het ministerie de ambassade van Algerije op de zaak aangesproken. Ook zal de Nederlandse ambassadeur in Algerije de zaak onder de aandacht brengen bij de Algerijnse overheid en aandringen op een oplossing. Over de overige in NRC genoemde zaken schrijft het ministerie dat zij in al deze zaken gesprekken hebben gehad met de gedupeerden, de betrokken ambassades en hun advocaten. Kortom, het ministerie is er nu mee aan het werk. En dat is nodig, want op de dag van vandaag hebben Issaan, Guillerme en Nisrin en alle anderen waar NRC al eerder over schreef het geld waar zij recht op hebben nog steeds niet gekregen. Alle correspondentie die wij, NRC en gedupeerden met ambassades en het ministerie hebben gehad, kun je lezen via de linkjes in de beschrijving, evenals achtergronden en overige informatie. Voor nu, tot volgende week.